Hallo, John hier. Laat ik vandaag eens even beginnen met iets simpels waar je waarschijnlijk het antwoord wel op weet. En dan zou ik daarna tot de kern komen en dan ga ik je ook vertellen waar dit eenmaal over gaat. Hey, wat denk je dat beter werkt als je een paar kilo wilt verliezen? Eén keer een hele dag goed sporten en goed op je voeding letten? Of voor een wat langere periode goed op je voeding letten en regelmatig sporten? Die vraag stellen ze natuurlijk beantwoorden, maar waarom hebben dan toch zoveel mensen moeite om van A naar B te gaan, om het resultaat te bereiken, dus punt B, wat ze eigenlijk voor ogen hebben. Of dat nou fysiek is, of dat nou in een business is, of dat nou in een relatie is, of whatever. Heel veel mensen hebben er moeite mee. En ik ga je een paar voorbeelden geven, ik heb ze ook opgeschreven hiernaast me van mezelf, die jou waarschijnlijk gaan helpen, die je inzichten gaan geven, die je waarschijnlijk ook nog een paar keer het stemmetje in je hoofd gaan laten aanzwengelen, dat je denkt, ja John, dat weet ik allemaal wel, dat snap ik allemaal wel. Dus zie dat gelijk als een training, zet dat aan de kant en haal eruit wat erin zit voor jezelf en ga daarmee aan de slag. Al is het maar één ding, pak er één ding uit, ga daarmee aan de slag. En ik zal hem ook afsluiten zoals je gewend bent, hè, met een hele korte samenvatting, dat is in dit geval één zinnetje, zodat je daarmee aan de slag kan. Laat ik even beginnen met het voorbeeld van mijzelf in de gym. Ik train al heel veel jaar, train ik best wel fanatiek. Ook bodybuildwedstrijden gedaan, dat doe ik al een paar jaar niet meer. Maar ik ga nog steeds wel naar de gym, 5-6 keer per week ongeveer. Zeg maar 5 keer krachttraining, 1 keer cardio. En ik loop altijd, waar we ook op de wereld zijn, loop ik met mijn boekje. En dat boekje, daar zit mijn trainingsschema in. En dan kom ik daar in de gym, ik zie dat ten eerste al bijna niemand doen. Dus je moet ook, dat is gelijk een les tussendoor, je moet comfortabel durven zijn met het oncomfortabele. In dit geval het oncomfortabele gevoel dat iemand er wat van kan vinden. Van, hey, what the fuck doe jij met je boekje in de gym? Dat maakt niks uit. Ik ga naar de gym met mijn boekje. Ik schrijf mijn schema op voor die training. En ik ga hem afwerken. 3 kwartier later ben ik klaar. Dag daarna doe ik hetzelfde. Ik heb 3 trainingen die ik afwissel in cyclus van 3. Of cycli, hoe je het ook zegt. En dat doe ik al voor een paar jaar op het moment dat ik dit opneem. En je zou kunnen zeggen, oh, dat is heel erg saai. Maar ja, dat is ook gelijk de training. Dat is ook het verhaal wat je jezelf vertelt natuurlijk. Dat is een andere conversatie, daar ga ik nu niet op in. Maar het is misschien saai. Maar waarom het voor mij niet saai is en waarom het heel goed te doen is, ik hou dat allemaal bij. De reden dat ik het bijhoud is om te zien of ik ook elke training sterker word. En het gaat om, misschien heb je het al begrepen in deze video, het gaat om consistentie. Ik zou 1 keer zo'n schema kunnen doen van een paar weken. En dan heb ik misschien een beetje resultaat. En als ik dan vervolgens weer een paar weken niet ga trainen, is het allemaal weer weg. Is het voor niks geweest. Door een schema voor mezelf te ontwikkelen, wat ik jaren geleden dus heb gedaan, waar ik me plezierig bij voel, waar ik altijd sterker mee kan worden, wat ik dus consistent kan uitvoeren, zorg ervoor dat ik altijd fit ben. Dat ik me altijd zelf kan pushen tot het volgende level. Een ander voorbeeld, e-mail marketing. Wij doen al jarenlang aan e-mail marketing. Eerst nog met Kekers Leven, daarna werd dat Lifestyle of Business vanzelfsprekend. En wat ik heel vaak zie, als ik bijvoorbeeld, of ik hoor het ook wel, van andere mensen om me heen, die komen dan bij iemand via een gratis weggever op een e-maillijst. En dan de eerste 1, 2, soms 3 weken zit dat wel goed voor elkaar. Krijgen ze best wel mooi veel mailtjes om iets te kopen of waarde te leveren. En vervolgens helemaal stil en dan komt er weer een lancering, word je weer doodgegooid met een stuk of 10 of 8 mailtjes. Allemaal via een bepaald stramien. Iedereen doet elkaar een beetje na. En in de tussentijd hoor je niks. En dat is nou net niet iets. Als je het hebt weer over consistentie. Dat is nou net niet de manier hoe je echt een band op kan bouwen. Een relatie kan bouwen met je potentiële klanten. Dat snap jij natuurlijk. Want op het moment dat je dit kijkt of luistert. Ga ik ervan uit dat je in ieder geval weet wat e-mail marketing is. En hoop ik zelf dat je er wat mee doet. Maar even terug naar de kern. Als je het hebt over consistentie. Ik doe nu al voor 2 jaar op dit moment schrijf ik consistent elke week een mail. Soms meer, maar minimaal 1 mail per week. Hou ik allemaal netjes bij in een overzicht, zodat ik ook weet dat ik niet te veel overlap heb. Dat ik weet dat er variatie zit in de call to actions, in het type content ook. Maar nu zijn we 2 jaar verder en het is een kleine moeite 1 mail per week. 1 tot 1,5 uur per week dat ik daarmee bezig ben. Want ik wil wel serieuze tijd voor nemen, want het moet wel inhoud hebben. Maar ja, wat ik dan vaak zie gebeuren is dat mensen 1 keer gemotiveerd zijn en dan creëren ze weer eens wat. Een dag lang schrijven ze 5 mails en dan hebben ze de inspiratie weer niet en dan duurt het weer een half jaar of zo. Ja, en dat is ook niet echt wat werkt. Nog een ander voorbeeld, misschien een beetje schaamtevol om te zeggen voor mij, maar ik doe het toch, want het is een heel goed voorbeeld. Dit soort video's opnemen. Misschien ken je het verhaal, maar in het begin was ik hier tranentrekkend slecht in, joh. En dan kan ik denken, nou, dan ga ik een keer een dag oefenen. En dan ga ik een paar video's opnemen. En dan lukt dat misschien wel. En dan doe ik er weer een tijdje niks mee.
Of dan zou ik kunnen denken, nou oké, ik kan het niet zo goed. Ik wil heel erg van waarde zijn, dus ik moet beter worden. Dus ik moet trainen, trainen, trainen. Nou, vooral in het begin ben ik als een maniak dit soort video's gaan trainen. Elke keer weer opnieuw naar de camera, inspreken, weer terug kijken, weer inspreken. En dat voor weken en weken en honderden video's. En nou, wel maanden zelfs. En ik werd comfortabel met video's opnemen. Ik werd er ook steeds beter in. En vervolgens kon ik de boodschap goed overbrengen met video. Al zeg ik het zelf, als jij er anders over denkt. Ik hoor het graag en ik sta open voor feedback. Misschien doe ik er dan niks mee. Nee, gekheid. Maar dat is ook zoiets met consistentie. Ik ben gewoon heel consistent. Ik wilde hier dus beter in worden. Want ik wist dat dit van toegevoegde waarde zou zijn. Want ja, jij kijkt dit nu ook. Dus ik ga ervan uit dat je dit niet voor niks kijkt. En ja, ik ben dit. Voor honderden uren ben ik dat gaan trainen om vervolgens tot op het level te komen waar ik nu zit. Maar ik doe het nu nog steeds om er nog steeds weer beter in te worden. Dus dat is weer een hele andere invalshoek. Nog een ander voorbeeld is het index beleggen. Nou ja, vrij recentelijk ben ik daar echt serieus mee gestart. Je kan ook op andere manieren beleggen, maar index beleggen. Ik ga nu niet vertellen wat dat precies inhoudt, maar het gaat er in ieder geval voor zorgen. Als je dat consistent doet, daar heb je meer. Consistent, dus elke maand een bepaald bedrag inlegt. En dat gaat zich vervolgens ophopen. Enerzijds gewoon het geld wat zich ophoopt, maar anderzijds die stapelrente die je er overheen krijgt. Als je dat maar met goede bedragen doet, je geld er nooit tussenuit haalt en voor 30 jaar blijft doen, ja, dan ben je meervoudig miljonair. Maar dat kunnen de meeste mensen niet, want dat is voor de hele lange adem. Want in het begin zie je er helemaal niks van. De eerste 10 jaar ben je alleen maar geld aan het oppotten. Je ziet het een klein beetje stijgen, maar het, zeg maar na een jaar of 15 of zo, dan gaat het pas exponentieel stijgen. Maar dus een perfect voorbeeld van consistentie. Wil je resultaat? In dit geval, nou, punt B is voor ons rond onze 60ste om daar. Eigenlijk gewoon ons pensioen, om daar goed van te kunnen leven. Echt puur en alleen van de inkomsten uit die indexfondsen. Naast wat we verder nog hebben opgebouwd. Maar dat vergt dus nu, rond ons 30ste, vergt dat wel die discipline om elke maand dat geld aan de kant te zetten. Zo heb ik nu een paar voorbeelden gegeven. Dus van mijn trainingsschema in de gym, de e-mail marketing, het indexbeleggen, die video's opnemen, iets andere context. Maar ik denk dat je het punt snapt. En dat is ook waar ik mee ga afsluiten. Die hebben we wel eens vaak gehoord van onze welbekende Tibor. Onze strategische businesscoach Tibor Olgers. Die altijd zegt, elke dag een beetje wint het altijd van af en toe heel erg veel. En dat is een hele mooie om mee af te sluiten, want daar ben ik het 100% mee eens. Als je wat wil bereiken, wat ja, niet heel makkelijk is, dus wat gewoon echt wel een bepaald tijdinvestering vraagt, zorg ervoor dat je daar elke dag een klein stapje naartoe zet. In plaats van in één keer proberen een hele grote stap te zetten, dat je daarna de motivatie weer verliest en vervolgens weer stopt en het een half jaar later weer oppakt. Of überhaupt helemaal het niet meer oppakt, dus dat je hebt opgegeven voordat je ergens bent gekomen. Dus nogmaals, elke dag een beetje wint het altijd van af en toe heel erg veel. Ga daarmee aan de slag en dan spreken we elkaar in de volgende video.